u aangeven hoeveel gezinnen er in Amsterdam dan dakloos zijn en op een wachtlijst staan? Ik heb gezien bij ons op de wachtlijst dat er zo'n stuk of 20, 25 mensen op de wachtlijst staan. Dat zijn dan vrouwen met kinderen. Dat vind ik best wel veel. En zwerven die dan nu over straat? Hoe... Nee, die zitten nog in de netwerken waar ze eigenlijk niet meer langer kunnen zijn. Dus die zijn echt toe aan opvang. Die zitten met vreselijke problemen op allerlei gebieden. Oké. En u behartigt dan zulke mensen? Wat voor problemen hebben zij? Wat je vaak ziet is dat de problemen beginnen eigenlijk binnen die vier muren. Mensen 80% van de gevallen bestaan uit hebben mensen betalingsachterstanden. Ja. Wat je dan ziet is dat mensen hun post letterlijk niet meer open durven te maken. Voor hoeveel gezinnen komen die dan op in Amsterdam en om hoeveel gezinnen gaat die? Als het nu gaat over de nieuwe wetregel, dat maar één uitkering achter één voordeur. Mag worden betaald, ja. Dan zit je al op zo'n 6.000 gezinnen. Okay. Dus, en daarvan heb ik gehoord van DWI, dat een groot deel, driekwart, dat dat zeker in de problemen gaat komen. Dat betekent voor HVO Querido, hulp voor onbehuisden, dat betekent weer een toestroom. Ja, maar u heeft al een wachtlijst, zei u net. Ja, daarom. Ja, dus dus hoe groot worden de problemen straks? Ja, dat moeten we gaan zien in Amsterdam. We hebben een tijdje geleden hebben we er in de gemeenteraad over gesproken. En de wethouder heeft beloofd dat hij met een inventarisatie gaat komen van hoe groot het probleem nu werkelijk zal gaan worden. En ja, dat moeten we even afwachten. Of zijn jullie klaar voor van zo'n enorme klap die straks gaat vallen? Nou, wat we, is Amsterdam wat, daar klaar voor? Nee, daar zijn we helemaal niet klaar voor. Maar nee. wat we tot nu toe, waar we een begin mee hebben gemaakt in deze stad, is in te zorgen ervoor dat we preventief met deze groep bezig zijn. Dat we echt achter de voordeur gaan. Dat we convenanten afsluiten met AGIS bijvoorbeeld, maar ook met woningbouwcorporaties. Dat als zij zien dat er 2 maanden geen premie is betaald, of 2 maanden geen huur is betaald, of met een Nuon 2 maanden geen elektra is betaald, dat ze dan... Dan zijn dus ons al in eigenlijk, want dan worden we al gewaarschuwd. Precies. Ja, dat wil ik wel echt benadrukken, dat we dat nog veel meer moeten inzetten op preventie en signalering. En we kunnen de woningbouwcorporaties moeten, ik vind eigenlijk dat we dat echt, maar moeten, mee kunnen meewerken aan die signalering en interventie. Ja. Want dat is nu nog te vaak een bureaucratische rompslomp. Mm. En mensen sturen de corporaties, dat is gebureaucratiseerd. Dat is helemaal niet. En dat is ook, aan de ene kant is dat logisch, maar aan de andere kant denk ik van we kunnen zoveel doen om te voorkomen dat mensen uit. Nou, dat ben ik helemaal met Fleur eens. Dat is natuurlijk vooral de preventie waar het over gaat. Je zegt het duurt lang, betekent dat er ondertussen dan gezinnen op straat staan? De gezinnen zijn dan staan of op de wachtlijst of zijn dan bij ons al in zorg. Ja. Maar als ze op een wachtlijst staan... Het lijkt wel alsof je een soort duurt lang voor je binnenkomt. Mm-hmm. Ben je eenmaal binnen, dan is het een oase van rust. Ja. En hoe kom je weer naar buiten? Maar dus, daarvoor nog even terug. Ze staan op een wachtlijst. Betekent dat dan dat ik ze in een bushokje kan tegenkomen? Dat ze daar dan overnachten? Of wat moet ik me zien bij een dakloze gezin hier in Amsterdam? Nou, ik zie ze niet op straat. Jij? Ik zie ze ook nog niet op straat. Nee, ik denk niet dat heel veel mensen het zien. Maar, zijn ze er wel? Ze zijn ook via de rechter. Krijgen we soms een verordening om iemand sneller op te nemen. Ja. Omdat het voor een kind een recht is om een gezinsleven te hebben. En daar doen we er alles voor om dat te doen. En ik vind dat we goed werk leveren. Dat de HVO, het Leger des Heils en Volksbond bijvoorbeeld. En maar ook regenboog met inloop en dat soort dingen. En ambulante. Dat mensen echt, ze doen echt enorm hun best. De hulpverlening doet enorm haar best. De gemeente doet haar best. Maar ik denk dat we ik vind het eigenlijk altijd zo jammer en een gemiste kans dat het zo zulke papieren. Rompslomp wordt. Ja. Mevrouw Burk, als je dat dan hoort, dan denk je dan van hier kan ik iets mee als gemeenteraadlid? Ja, nee, ik ben het helemaal met Fleur eens dat er veel te veel bureaucratie bij komt kijken. Het is al die papiertjes die je in moet vullen, wachtlijsten die er zijn, noem maar op. En ik vind dus echt dat we gewoon wat sneller moeten handelen, ook als gemeente. Hè. En ik denk dat we vooral moeten blijven doen wat we goed doen. Ja. We doen ook heel veel goed. Ja. Dat vind ik ook. Vind je dat een mooi einde van het gesprek?